Hi, welkom. Welkom bij Website Check. In deze video ga ik het hebben over wat moet je doen als je opgelicht bent. Zomaar eens beginnen. Als je opgelicht bent, heb je een aantal keuzes. 1. Je kan niks doen en je laat het gewoon liggen. Je gaat gewoon focussen wat belangrijk is voor jou. 2. Je gaat aangifte doen met de politie en vervolgens ga je hopen dat ze actie gaan ondernemen. Vaak nemen ze actie en vaak weer niet. Het ligt eraan waar hun prioriteiten liggen. En 3. Je benadert gewoon de creditcard. Jouw creditcardbedrijf en vervolgens meld je aan dat je opgelicht bent. Dus dat zijn de keuzes die je hebt. Ja, waarschijnlijk nog meer. Het ligt eraan wat situatie je erin zit. Maar laten we over de eerste beginnen. Kijk, je kan laten liggen en focussen wat belangrijk is. Want kijk, je hebt jouw tijd en jouw tijd kan je maar 1 keer weggeven. De vraag die je zelf moet stellen is, het wel waard om achter het geld aan te gaan? Kijk, bij lage bedragen ga ik niet zo snel achterna, maar bij grote bedragen, dan ga ik wel actie ondernemen. Maar ik maak altijd een afweging van, ben ik er wel slim om gegaan of ben ik er niet meer slim om gegaan. Dus dat is iets wat je mee kan nemen. Het tweede wat je kan doen is gewoon politie inschakelen of een derde inschakelen om achterna om je geld terug te halen. Vaak kunnen ze dat niet, want vaak hebben zij hun prioriteiten ergens anders. En dat is wel jammer. Maar het ligt er ook aan van wat voor situatie het is en waar de prioriteiten van de politie zitten. En dat kan je ook doen, maar de kans is klein dat je dan jouw geld terugkrijgt. Je kan gewoon jouw bank of creditcardbedrijf benaderen en zeggen van dat je opgelicht bent. En vervolgens ga je kijken hoe zij ermee omgaan om uiteindelijk jouw geld terug te krijgen. De tips die ik net heb gegeven worden ook gegeven door de Consumentenbond. Dus op zich zijn ze wel goed. Wat ik hierbij wil toevoegen is het volgende. Kijk, stel je voor je bent aan het onderhandelen met iemand. En die zegt, ik zit op die en die plek. Maar je hebt daar geen goed gevoel bij. Hoe kan je achterkomen of wat je zegt of dat daadwerkelijk klopt? Dus ik ga je laten zien hoe je dit het beste kan doen van een leuke tip. Maak er geen misbruik van en ik ben niet verantwoordelijk voor wat je doet. Ik laat je alleen maar zien van hoe je dit kan doen. Kijk, wat ik meestal doe is, als ik zo'n gevoel heb, ik stuur hun gewoon een link. Zodra zij erop klikken, weet ik waar ze ongeveer zijn. En aan de hand van hun verhaal weet ik wel, oké, ben je te vertrouwen of ben je niet te vertrouwen? En hoe zit dat met website? Met website kan je precies hetzelfde doen. Dus ik ga niet alles wat in details uitleggen, maar ik ga je wel laten zien van hoe het precies werkt, zodat je een beeld ervan hebt. Oké, zullen we eens beginnen. Het eerste wat je kan doen is gewoon IP-blokker. Het is belangrijk om de IP-adres van iemand te achterhalen, dus als je mee onderhandelt op WhatsApp of Marktplaats of op de website, het is belangrijk om te kijken van waar die persoon zit. Als je weet waar die zit, dan heb je ook een gevoel of die de waarheid spreekt of niet. En het beste wat je kan doen is gewoon naar IP-logger gaan. En vervolgens druk je hierop, dus Invisible Image. En dan krijg je 2 links. Deze links is om te bepalen of iemand daadwerkelijk op die locatie zit. Dus dat kan je gewoon zien. En deze link moet je naar die persoon sturen. Je kan ook plaatjes sturen of op je website zetten. Zodra iemand erop klikt, weet je waar die persoon ongeveer vandaan komt. Dus we pakken deze link. Deze link opsturen naar de persoon. En zodra je hem hebt opgestuurd en hij klikt erop, dan weet jij door middel van deze link waar die persoon vandaan komt. Zeg maar hier staan de gegevens. Zoals je hier kan zien, zie je gewoon de IP-adressen. Dit is van net. Ik heb net gewoon geprobeerd via een VPN. En vandaar dat het gewoon een Amerikaanse IP laat zien. En vervolgens heb je hier 2 keer Nederlands, dus hier heb je je IP-adres. En wat ga je doen met de IP-adres? Je kopieert het en vervolgens ga je naar IP betrekken. Hier vul je gewoon het IP-adres in. En vervolgens krijg je hier de informatie waar die persoon ongeveer zit, zodat je een beeld hebt van waar ze zitten aan de hand van hun IP-adres. Dus je gebruikt IP-logger met een link. En die link kan je gewoon zeggen van, hey, is dit jouw website of... Koop jullie dit of hey, hebben jullie ook dit op voorraad of bla bla bla. Zodra ze erop klikken, heb je een beeld waar ze ongeveer zitten. En je kan dat gewoon gebruiken met de website die ze hebben. En vaak zitten ze gewoon op een... het kan ook zo zijn dat ze bijvoorbeeld op een telefoon zitten, maar dat zul je uiteindelijk ook zo zien. Heb je vragen hierover of loop je ergens tegenaan, ben je opgelicht en wil je weten wat je kan doen om het achter te halen waar die persoon zit? Neem gerust contact met me op. Ik ga kijken wat ik voor jou kan betekenen.